mooie première vandaag? Dat ga ik wel vanuit, ja. Ja, dat is een fantastisch verhaal. Prachtig verhaal. Ongelooflijk actueel en buitengewoon vrolijkmakend. Allereerst welkom in de modernste bioscoop van Europa ondertussen. Ja. Heb je er al iets van gezien of nog helemaal niet? Nog nooit. Nee, ik zie echt, ik kom hier aan en dit is het enige wat ik zie, maar het ziet er allemaal picobello uit, dus ik ben blij. Dit is een hele grote wens van Hilversum, hè? Dit is fantastisch, ja. Dat we dit nog mee mogen maken na al die jaren van strijd, wat er hier moet gebeuren, dat nu hier het nieuwe Hilversum wordt gebouwd. Op lang gewenst. En dit is het begin en nu komt de rest. Ja, nee, ik ben heel trots op deze film. Ja, het is echt leuk geworden. Iedereen heeft zijn best gedaan. Ik krijg er een warm en goed gevoel van. Nou, dit is was wel iets waardoor ik enorm blij verrast was. De aanvraag om de titelsong te maken voor zo'n productie, voor Pak van mijn Hart. Dat moet ik dan echt even laten bezinken. Soms denken mensen, ja, alles is maar vanzelfsprekend voor de jongens. Nou, ze kunnen uit elk artiest kiezen. Elk artiest wil wel zijn titelsong maken. En ik vind het een hele grote eer dat die keuze op ons viel. En ik ben heel blij met het resultaat. Hoe belangrijk vindt u dat u eigenlijk gewonnen hebt van Terzinski? Nou ja, gewonnen. Ik vind het geweldig dat naast het filmtheater, wat natuurlijk ook een prachtige bioscoop is, dat er nu echt dan ook een commerciële bioscoop is waar je alle films van de wereld kan gaan zien. En op een prachtige plek. En ik vind het geweldig. Maar als we even terugdenken, wat er aan hem vooraf gegaan is. 25 jaar geloof ik, hè? Ja, nou, ik heb alleen maar het staartje meegemaakt, maar dat vond ik al lang duren. Maar de hete brei werd toen u ongeveer burgemeester werd, hè? Toen was het een beetje op het hoogtepunt van besluit. Maar toen moest er nog een parkeergarage onder en dat was toen een jaar later ook weer niet meer nodig. En nu eindelijk zijn we zover. Nee, ik vind het is fantastisch. Dat heeft Hilversum verdiend en we gaan het waarmaken. Nou, het is ontzettend leuk voor Hilversum, toch? Het voegt wel iets speciaals toe. Dit college wil een media-uitstraling hebben. Gaan wij een heel groot videoscherm maken op die witte muur, die bovenaan de bioscoop? Ja, ik dacht dat de bedoeling was, ja. Ja? We willen wat meer laten blijken dat we echt een mediastad zijn. Okay. Nou ja, ik heb alleen nog maar dit gezien, hè. Kijk even met me mee, camera, even draaien. Camera, draaien. Hup! Dit heb ik alleen nog maar gezien. Dit ziet er schitterend uit. Oké. De rest moet je nog allemaal eens zien. Oké, veel plezier. Alsjeblieft. Jij moest zo nodig een kind. Papa die is weer eens vergeten. Geef niks, man. Als je wegloopt, loop dan langzaam. Hoef geen prins op het witte paard. Gewoon een loodgieter met een ezel. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Je kan ook bij mij slapen. Nee. Je kan ook bij mij slapen. Nee. Jullie krijgen van Sinterklaas allebei een schop onder je kont. Julia! Omdat je vrouwen hebt laten lopen, stelletje lapswanzen. Sexy Santa. Ja, deze vind ik heel goed. Echt goed, die is goed. Gewoon goed. Zet hem neer. Doe maar.